zelf met voorstellen gekomen die de gemeente verwerkt heeft in een ontwerp. En nou ja, het ontwerp is uitgewerkt en we hebben zelf kunnen kiezen welke planten we in de groenvakken wilden hebben. En die zijn we nu vanmiddag samen aan het inplanten. Dat is hartstikke leuk. Okay. Dat wordt hartstikke mooi. Dus. En jullie gaan dit zelf onderhouden? Wij gaan het zelf onderhouden in zoverre dat het vegen van de straat, het bieden van het onkruid, plantjes water geven, dat gaan we zelf doen. Dus jullie zijn er tevreden mee? Ja, we zijn er zeer tevreden. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk heel erg graag dat steeds meer burgers zich steeds lekkerder voelen in de stad. Dat doen we onder noemers als burgerparticipatie, buurtautonomie. Proberen we mensen te betrekken bij hun eigen leefomgeving en ze daarin ook actief te maken. Ook dat het jullie lukt om het dagelijks onderhoud op een goede manier ook gezamenlijk op te pakken. Ja, we praten natuurlijk heel veel over abstracte zaken als burgerparticipatie en de stad teruggeven aan de mensen. Maar uiteindelijk komt het erop neer om het ook daadwerkelijk te doen en te blijven doen. En dit is dan een goed voorbeeld van hoe het wel gaat. En dan begint het al heel vroeg dat mensen nadenken over de inrichting. Hier sluiten ze het af met zelf plantjes neerzetten en dat dan ook nog blijven onderhouden. Dus hoe ver kun je gaan om je leefomgeving weer je eigen te maken en het een beetje terug te grijpen op onze overheid. Dat dit hier een heel mooi voorbeeld van is. De activiteit van de mensen, dat is leuk.